Suriname heeft een schuldenplafond van $8 miljard. Dat bracht minister Gilmore Hoefdraad van Financiën vandaag tijdens de begrotingsbehandeling naar voren. Aan de hand van de cijfers van het Bureau voor Staatsschuld vertelde hij dat de binnenlandse schuldenlast op $6,4 miljard staat, terwijl de buitenlandse schulden $1,7 miljard zijn. De bewindsman gaf daarmee antwoord op vragen die onder meer gesteld zijn door NPS-parlementariër Gregory Rusland. De laatst gepubliceerde cijfer van het Bureau voor de Staatsschuld geeft aan dat de schuld $1,7 miljard bedraagt, de buitenlandse schuld en de binnenlandse schuld $6,4 miljard. Hierin zitten begrepen de speciale schulden goedgekeurd door DNA, waaronder die van Dalian en die van Telesur voor het Huawei-project, welke beide buiten het plafond van de wet op de staatsschuld vallen. Als we kijken naar het BBP van 2017 en de eind 2017 wisselkoers van de centrale bank, dan zitten wij iets boven de 70% ten aanzien van de schuld in termen van het BBP. De minister vertelde verder dat de schulden aflosbaar zijn vanwege het financieel beleid van de overheid. Ik heb u al een paar keer benadrukt dat deze schuld aflosbaar is en dat het binnen ons financieel beleid totaal manageable is. Ten aanzien van de vraag hoeveel aflossingen we in de komende 2 jaar moeten plegen, volgens de begroting 2019 1,4 miljard en in 2020 1,7 miljard. Ik kan u ook zeggen dat wij naast natuurlijk het goed managen van de schuld ook kijken naar andere oplossingen. We hebben recent een herstructurering gedaan met de IDB ten aanzien van het rentepercentage. En dat gaat ons per jaar toch wel wat leuke voordelen opleveren. Het geachte lid Rusland vraagt ook of het nationaal risk-assessment betekent dat we straks niet giraal en contant over de visa kunnen beschikken. En ook een vraag over hoeveel correspondent banken Suriname beschikt. Ik weet niet of de eerste vraag juist is. Maar ik kan in ieder geval, of dat ik het juist heb weergenomen, maar ik kan in ieder geval aangeven dat ons financiële systeem tot de dag van vandaag normaal functioneert en er verbeteringen zijn getroffen in de achterliggende maanden voor enkele knelpunten die waren ontstaan. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën vandaag tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement.